Hey, goedemorgen. Ik heb een paar uurtjes geslapen. Het is nu 4:30. Ik dacht eerder gezegd dat ik niet zou slapen, maar uiteindelijk viel ik toch in slaap en heb ik een paar uurtjes wel goed geslapen ook. Ik ga nu ontbijten met havermout en papaya. Prima ontbijt voor onderweg. Over een uurtje moet ik inchecken en dan ga ik naar Shenzhen. Yes, ik ben ingecheckt. Ik ben gelukkig die grote backpack kwijt. Hij weegt nu ondertussen 17 kilo. En dat is exclusief het gewicht van mijn gewone rugzak. Ik ben door de veiligheidscontrole, ik ben door de paspoortcontrole, ik ben naar de wc geweest. Alles loopt zo op de rolletjes. En terwijl ik ook nog geschoold ben door de meest onvriendelijke chick die ik echt in 4 weken China heb ontmoet. Ik bedoel, ik kan het er niet helemaal kwalijk nemen, het is 5:45 ochtends. Maar ik moet altijd denken bij dat soort mensen. Ik weet niet of je nog die commercial van vroeger kent. Een ochtendhumeurtje. Oh, trouwens. Iets wat je ook moet weten. Een van de meest irritante dingen van reizen in je eentje is naar de wc gaan. Want dan moet je dus al je spullen meenemen. Je kan niet zeg maar de andere persoon vragen van hey, kan je even op mijn tas letten zodat ik naar de wc kan. Dan ben ik ook zo blij dat ik die grote backpack even kwijt ben. Maar wat je ook moet weten, in Zuid-Korea en China hebben ze 's ochtends erg veel passie op het toilet. Als je toiletverhalen vies vindt, dan moet je die heel even je oren dicht doen. Maar ze drukken echt met passie. Het is echt... Je hoort echt de gekste geluiden. Dat je echt denkt, is dit serieus nodig? Ga je daardoor, ik weet niet, ga je daardoor sneller? Ga je daardoor beter? Ik weet niet, misschien een nieuwe slogan voor paasje. Drukken met passie. Oké, ik ben mijn telefoon aan het opladen en ik ga straks vliegen. We zijn geland. Wow, check dit vet coole kunstwerk. Ik ben echt zeer verbaasd over Shenzhen Airport. Het is bijna net als Schiphol, of misschien zelfs nog wel luxer dan Schiphol. Dit snap ik dus niet, hè. Ik heb hier zo'n futuristisch vliegveld. Alles is vertaald in het Engels. Vertaal je de bustabel niet? En op internet zeiden ze dat transport naar het station waar ik toen zei dat het super makkelijk zou moeten zijn met de metrolijnen, blablabla, is er gewoon niet. Dus ik zit nu op de gok in een bus. Hopelijk die juiste richting op. Yes! Alles is toch nog goed gekomen. Een Chinese man die had me geholpen om naar de metro te komen. Vanaf daar wees het zich vanzelf. Ik zat echt eventjes te stressen. Dat ik gewoon ook zo moe ben. En dat hakt er toch altijd wel even in. Ik ben op dit moment in het winkelcentrum in Shenzhen. Vorig jaar heb ik een shoppingtour gemaakt van Hongkong. En daar zag je ook dit winkelcentrum. Omdat het vrij gebruikelijk is om vanuit Hongkong toch ook eventjes naar Shenzhen te gaan. Om te shoppen en om een massage te nemen. Wat ik straks ook ga doen. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben ook echt aan die massage toe. Let's go. Oké, ik ben echt zwaar geschrokken van de prijzen en hoe deze opgevoerd zijn hier. Kijk, voor de luxe dingen, er zijn bijvoorbeeld heel veel mooie namaakdingen, dan vind ik het wel waard. Maar er zijn ook heel veel van die goedkope dingen die ik gewoon in Shanghai heb gezien voor echt 1/10 van de prijs. Ik zag een zonnebril die ik in Xi'an wilde kopen en die vrouw vroeg echt, nou, wat vroeg ze? 20 keer de prijs die ik in Xi'an heb gekregen. Dus dat winkelen gaat hier gewoon niet worden, want die mensen vragen gewoon te veel. En dan is de basisuitgangsprijs gewoon te hoog. Dan kom je gewoon echt niet bij elkaar. Wat ik wel heb geregeld is een pedicure en gel nails voor 13 euro. Dus daar ben ik wel tevreden mee. Dat is wel een goede deal. Hey, ik ben goed aangekomen in Hongkong en ik klink echt veel blijer dan dat ik me eigenlijk voel. Mijn hersenen functioneren op 10% na de 4 uur slaap van vannacht. Na de laatste update ben ik naar de massagesalon gegaan. En ik heb daar een massage gehad voor het eerst in mijn leven van een jongen. Nu klinkt dat zeer gek misschien, een massagesalon in China en dan een massage krijgen van een man. Maar hij was zo zakelijk en zo professioneel toen ik mijn voetmassage kreeg dat ik dacht, oké, met jou durf ik het aan om echt ook een full body massage te doen. En het was echt... Oh, ik weet niet of ik ooit nog door een vrouw gemasseerd wil worden, want
Oké, ik snap echt dat dit heel vreemd klinkt, maar mannen hebben gewoon veel meer kracht. Dus die kunnen je knopen en alles, kunnen ze veel beter eruit masseren. Ik was zo blij en weer helemaal helder. Na die massage heb ik weer mijn spullen opgehaald en ben ik naar Hongkong gegaan. Alles liep op rolletjes en ik had hier zelfs meteen in het metrostation wifi, zodat ik mijn broertje kon appen toen ik aangekomen was. Ik ben nu in zijn appartement. Ga ik je morgenochtend even goed laten zien, want dan is het licht. En dan zie je mijn broertje ook, want hij ligt nu te pitten en ik loop door zijn slaap heen te praten. Ik ga nu gewoon lekker slapen. Morgen ben ik weer fris en fruitig. Klaar om Stefan voor het eerst in Hongkong te ontvangen. Ik heb er heel veel zin in. Dankjewel voor het kijken. Abonneer je als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je morgen weer. Trouwens, even een laatste ding. Ik weet dat sommige beelden heel grijs zijn of heel veel ruis bevatten. Dat komt door de GoPro. Op dit moment is dat... Ik film nu even met mijn grote camera, maar dat is over het algemeen niet heel praktisch. De meeste beelden film ik met de GoPro en die is niet goed in het donker. Ik dacht, ik wil een deal met je sluiten. Als jullie deze vlogs leuk vinden en ik merk dat het de investering waard is, dan wil ik daarna best gewoon een fatsoenlijke vlogcamera kopen, zodat ik door kan gaan en gewoon wel heel goed beeld ook heb in het donker. Dus laat me zeker even weten of je het leuk vindt. Dan weet ik ook of het ook de investering waard is. Want misschien zeg je gewoon, joh, doe je gewoon die wekelijkse beelden. En dan, weet je, dan kan ik gewoon de mooiste beelden eruit knippen en dan heb ik daar niet zo heel veel last van. Wat ik al zei, dankjewel voor het kijken. Ik zie je morgen weer. Doei, wel trusten.